Dan gaat het proces tegen Rico de Chileen vandaag verder. Ja, eigenlijk Ricardo... Dan moet ik even goed kijken. Ricardo Eduardo R. Maar we kennen hem eigenlijk als Rico de Chileen. Hij is 2 jaar geleden uitgeleverd aan Nederland. En hij wordt gezien als de handlanger van de meest gezochte crimineel van ons land, Ridouan Taghi. Belangrijk dus dat zijn proces voortzet hier in Nederland. Het gaat nog wel om een voorbereidende zitting. Maar volgens misdaadverslaggever van het AD, Jelle Tieleman, is het toch een cruciale dag in het proces. Rico de Chileen wordt verdacht van de smokkel in cocaïne en het witwassen van drugsgeld. Maar het Openbaar Ministerie wil hem eigenlijk vervolgen voor het plegen van een aantal liquidaties. En die zou hij samen met Ridouan Taghi hebben laten uitvoeren. Nou, er is veel bewijs tegen Taghi, met name door verklaringen van de kroongetuigen. Maar tegen Rico de Chileen is daar weinig bewijs voor. Maar het Openbaar Ministerie denkt dat wel op termijn te kunnen krijgen. En om dat steeds maar uit te stellen, worden er steeds meer nieuwe inleidende zittingen gepland. En vandaag zal eigenlijk duidelijk worden of het OM er alsnog in is geslaagd om met meer bewijs te komen, of dat alleen de cocaïneverdenking blijft staan.